Maar dit hadden we toch van linkse partijen moeten verwachten? Precies, dus eigenlijk zou, zou Sylvana Simons in haar handen moeten klappen van... Uiteindelijk hey, hebben ze het over die allochtonen. Ja, en ook over intersectionaliteit. Ja, ja. Dit is ja. een vorm van intersectionaliteit. Dit is een update. Beste kijkers, welkom bij een nieuwe update. Dit is het wekelijkse programma van Up! Network, waarbij we de actualiteiten bespreken. En we, we zitten weer bij elkaar, hè? Ja, ja voelt het, het voelt bijna saai, man, dit. Ja, met z'n tweeën zitten we weer. weer ja. ja, Maar wel, uh, wel van oudsher. Ja. Ja. Wel van oudsher, dus dat ja. is wel goed. Ja, het voelt leeg, maar uh, die leegte ja. vul ik, ik wel op. Ik kom wel Ja, mij, zo. <laughs> Precies. <laughs> ja. Hey, maar ik zat zo te denken van... Uh, we hebben al een tijdje niet uh, de reacties, de kijkersreacties gedaan. Nee, en, omdat we zoveel met inhoud yeah. in bezig waren. Precies. Maar uh, wil ja. je weer beginnen? met? Uh... Ja, laten we gewoon weer uh, een, een aantal reacties eruit halen. Um, want we krijgen steeds meer vragen ook van het, uh, uh, van het publiek. En dacht van, misschien is het wel leuk om daar weer even op te reageren. Om weer de interactie te stimuleren met, uh, met de kijkers. Oké. Nou, laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon doen. Dus, laat uh, gewoon random ja. even wat, uh, ja. wat dan bekijken. Mm -hmm. Even kijken hoor. Um, reacties dan van YouTube op onze vorige filmpjes. Mm -hmm. uh, Ruben die zegt: een Syriër en hindoestaans surinaamse en een blondine eensgezind over het belang van een gezonde, dominante cultuur. Dat zal je zo gauw bij het inclusieve, liberaal linkse niet zien. Nee. Puntje, puntje, puntje. Dat ging over uh, dat filmpje met uh, Jernas, um, Andreas en Kim. Uh, dus oh, eigenlijk ja. is het een Asianer. Okay. Uh, dus ja, ja is... niet Hindustaans-Surinaams. Nee, en, en Jernas is niet Hindustaans-Surinaams, hij is gemengd. Ja. Zijn moeder is Creoles en zijn uh, vader is Hindoestaans. Oh, dat is het. Oh, ja. Dus officieel is hij niet... Ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? Uh, ja, Creoles-Hindoestaans of zo. creoles Ja. Zoiets. Hindoestaans-Creoles. Ja. 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 Dus, uh, okay. dus het is genuanceerder. En, um, maar ja, we snappen het idee. Inderdaad, ja. het, het is inclusief, hè? Als je het zo kijkt. We doen ons best om inclusief te zijn. Ja. Alle ja. kleuren van de regenboog. Ja, we hebben, we hebben, we hebben Eva gehad, Andreas, uh, Kim natuurlijk. Uh, Jernas ook in beeld, wij natuurlijk in beeld. Wij ook. Uh, Diverser ja. kan je het niet hebben eigenlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. nee maar ik begrijp uit uh, de reactie van Ruben wel uh, dat, hij, uh, dat hij kijkt en dat hij het leuk vindt. Ja, nou, Ruben, dus bedankt, uh, top. Uh, ja, bedankt ja. voor het kijken, Ruben. Even kijken hoor. Um, ik kom hier ook nog wel wat interessants tegen. Wat dan? Um, love is the thing. En die zegt: hoe kunnen jullie recht zijn? Jullie zijn mensen van kleur. <laughs> Oké, okay, één minuut stilte. Maar wat? Dus ja. hoe, kunnen jullie, hoe kunnen jullie recht zijn? Jullie ja. zijn mensen van kleur. Ja, ja. ja nou, ja. hoe kan dat, hè? Ja, dat is raar, hè? Ja, dat als, is... Je, als je helemaal links ingeframed bent. Ja, dat is zeker raar. Want als je, als je bruin bent, dan ben je geboren met een gen. En dat gen vertelt je dat je links moet zijn. Ja, het is, het is een marxistische gen. En ja. Dan, ja. ja, en hoe weet als je daar uh, ja. uh, van afstapt? En wij, wij hebben zo'n afwijking van geboorte en uh, daardoor hebben we het Marxistische gen niet, die alle breine mensen wel hebben. <laughs> uh, en, uh, ja, het is een gekkigheid, ja, dit is eigenlijk iemand die gewoon niet snapt hoe het politiek spectrum werkt. Nee. Want als je weet wat rechts is, dan weet je ook hoe die politieke ideologieën tot stand zijn gekomen. En waar het voor staat, en ook vooral waar het niet voor staat. Ja, en, en laten we even um, kijk, los van die links rechts uh, uh, as. Het is gewoon conservatief. Ja. En de meeste uh, minderheden uh, in Nederland zijn gewoon conservatief. Natuurlijk. Alleen ze stemmen op linkse partijen omdat het hun uitkomt. Want die progressieve partijen zorgen ervoor dat zij in staat worden gesteld om conservatief te zijn. Dus daarom doen ze net alsof ze GroenLinks steunen, mm. Partij mm. van de Arbeid. Ja. Maar ondertussen Inderdaad. kijken ze allemaal naar hun eigen televisie, hun eigen, noem maar op. Tuurlijk. Daar is niks mis mee. Nee, klopt. Dat kan als je, als je ook maar meedoet in de samenleving. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat uh, alle mensen van kleur uh, links uh, progressief zijn of zo. Nee. Maar goed, nee, ik, ik denk kijk gewoon het. meerdere filmpjes van ons. En kijk gewoon even de oude filmpjes waarin we dit gewoon uh, uitgebreid toelichten. Want het wordt een beetje saai. weet je? Continu die herhaling, herhaling weer van. Herhaling, uitleggen ja. wat rechts betekent. Ja. Ja. En ook nee. kleur en waarom we. Ja. Kleur, ja. En eigenlijk vind ik het ook wel een vrij raciale opmerking. Vind je niet? Ja, ik voel me gediscrimineerd. Ja slachtofferkaart, waar is hij? Heb je hebt hem, die witte. Slachtofferkaart. Oké, nou, let's go. <laughs> hij, is, <laughs> hij, is, hij, is, hij is blank. Hij niet wit. Hij is blank. <laughs> ja, dat, dan moeten we een zwarte zoeken. <laughs> nou, blank, ja, blank, toch? Ja, zo, blank. Doen we de blanke, uh, ja. de blanke elite, white, uh, de, 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 de white, uh, de kaart. white card. Nou ja, <laughs> de white card. Goed. We Hoor, ja. een beetje, een Mark Timmer. Die zegt, zo de jee. Die opmerking ken ik trouwens niet. Binnen 100 afleveringen een topkanaal. Nou, top. Bedankt voor het kijken. Ja, we, hebben, we hebben 100 afleveringen nodig gehad om gewoon een kwalitatief goede kanaal te Om het als geclassificeerd ja. te worden. <laughs> dus dankjewel. Weet je. Dat, ja, we zijn traag van begrip, maar ja. uiteindelijk komen we er wel met 100 afleveringen. Ja, dat en dat hebben dat we uiteindelijk dat... kwaliteit ja. kunnen leveren. We zijn wel alleen, we hebben man. Ja. Uh, nee, het maar negen negen ja, topkanaal. Hij ja. geeft wel een compliment. Ja, natuurlijk. Dus okay, ja, dankjewel. We gewoon, weet je, dus dankjewel. Dankjewel. Ja. Maar ja, we, we, snappen, we snappen het <laughs> doel. Maar we zijn, het afgelopen jaar hebben we volgens mij 70 filmpjes of zo uh, gemaakt. We hebben dit jaar in 2019 veel geproduceerd. Ja, heel Want, veel de, geproduceerd. En de, het jaar daarna, het jaar daarvoor, was het wel iets van 36 of zo? 30 of zoiets, ik ja. niet. Ja, ja, ja. ja, terwijl onze, onze drukte in onze privéleven niet per se minder is geworden. Nee. Sterker nog, het is vrij hectisch en turbulent geweest dit jaar. Ja, dat zie je ook aan onze ogen. Ja, <laughs> precies. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, ja. Okay, ja. ik ga, ik ga ja. gewoon ja. even door. Ja. René Rasing, die zegt... overal... ja, dit zoen me zo op. Overal worden mijn reacties verwijderd. Reacties? Niet mogelijk. Permanente blok. Links haat mij. Klinkt als betrekkingsbaan. Maar goed. Waarom? Vraagteken. Dat mag Joost weten. Ik hou van de waarheid. Die kan je nooit weer leggen. Dat is frustrerend. Ik ben christen, theïst en menselijk. Oké. Okay. Ja, nee, maar dat, dat klopt wel. We 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 ja, ja. Maar hoezo? Ver verwijderen wij... Heb jij reacties nee, verwijderd? Nee, nee. nee. Ik, geen, ik ook niet nee, nee, we verwijderen geen reacties. Oh, hoe zit dit dan? Uh... Um, nou, ik weet niet precies hoe het zit, uh, maar wat ik gehoord heb van andere YouTubers, is dat op het moment dat je bepaalde woorden gebruikt, in een bepaalde combinatie, dan verwijdert YouTube automatisch dan die reacties. Um, dus zij hebben zelf een soort moderatorfunctie of wat dan ook. Dan word je gevlekt of zo. Op het moment dat je bepaalde woorden gebruikt. Okay. Uh, dat schijnt het te zijn. En het schijnt bij meerdere kanalen gebeurd te zijn. Dus het is niet okay. alleen maar bij ons. Ja. Maar bij meerdere kanalen. Nee, maar wat ik, wat ik, wat ik wel um, uh, een punt vind. We kunnen er ja, lacheroos over doen. Over uh, links haat mij. Maar ik denk dat. De kern van waarheid in zit. Er wel een kern van waarheid in zit. Ik denk dat het misschien niet op een bepaalde manier formuleert. Maar ik denk mm -hmm. dat er wel een kern van waarheid in zit. Want. Ja. Ja, uh, uh, dat zie je natuurlijk. Je, alles wat, wat rechts is, wat, dat is wat Eva vorige keer ook zei: dat is de, mm -hmm. het verschil tussen de goede mens en de slechte mens. Ja. ja. En wij zijn eigenlijk slechte mensen. Ja, dus, ja. 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 nou René, uh, ja. geef niet op, blijf posten. Ja. En, je reacties en probeer die, gewoon uh... misschien andere woorden te gebruiken of zo. Oh ja, precies. Zeg geen ja. omvolken, maar zeg gewoon demografische verandering. Ja, precies. <laughs> en misschien ja. ook wel interpuncties gebruiken, want misschien ja. wordt uh, dit als spam gezien of zo. Ja, maar daarom hebben wij ook bijvoorbeeld in dat filmpje van, uh, uh, van Paf, zeggen we ook uh, uh, niet dood met D-O-O-D, -O -O -D, maar D-E-A-U-D. -E ja. Ja, ja, uh, ja, heel, dat heel slim, Matje, van jou was dat. Dat hebben we expres gedaan. gedaan, omdat we dan, weet je, anders wordt geband of zo. Om niet vanuit een spamfilter ergens anders... Uh, ja, maar dan, dan, dan ja. kunnen ze het ook gewoon verwijderen, hè, YouTube? Oh, oké, okay. want er gewoon dood staat. Ja, okay, ja, precies. Oké, okay. ja. ja. Oké, okay, nou, uh, Vis vond ik ook wel interessant. Hij of zij vraagt wanneer komen Shashi en Avish zelf weer aan bod in een uitzending van Up? Ik vind Kim een leuke meid, maar de twee heren zie ik niet meer. Ja, wij zijn in de updates, zijn we natuurlijk. Met Eva waren we er. Uh, ja. we zijn de afgelopen periode zijn we niet echt in beeld geweest. We dachten van ja, doet Kim dat gewoon, dat is lekker leuk ook, weet je? Hoe ze het brengt. Variatie, afwisseling. Variatie. En ik sowieso wat minder, omdat het gewoon ja, heel druk was. Ja, uh, ja, maar het komt er wel aan. Ja, er komen hele spannende dingen aan, dus blijf kijken. Ja, misschien... Maar wel leuk dat mensen ja, uh, ons missen. Ja. Precies. Dat betekent wel dat we gewaardeerd worden op basis ja. van inhoud. En dat ja. is altijd leuk. Ja. Ja, nou, bedankt voor het kijken. Dus we, dus we, komen sowieso nog, um, we gaan sowieso nog afwisselen qua, qua presentatoren en zo. Ja. Uh, dus dat komt er sowieso aan. En voor de jaarwisseling sowieso nog hele spannende dingen. Ja, ja, ja. ja. Dus blijf kijken. Verrassing. Ja, is goed. Ja. Oké, okay, ja, dan het onderwerp voor, uh, voor vandaag. We hebben één onderwerp uitgekozen hè, mm -hmm. uh, wat we willen uitlichten. Mm het -hmm. heeft te maken met Hart voor Den Haag. Mm -hmm. um, die heeft een tweet toen uitgaan van de week. Hard optreden tegen ouders die kinderen zonder ontbijt naar school laten gaan. En er wordt verder nog gezegd: dat de oorzaak is lang niet altijd armoede, maar vaak ook gebrekkige integratie. Ja, ja dat was um, een, uh, um, een stelling van Groep de Mos. Ja. Zij zeggen dus dat um, het feit dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan, dat heeft dus uh, te maken met armoede. Uh -huh. um, maar wat armoede kan verergeren en waardoor mensen in armoede blijven, dat heeft ook te maken met, cultu met cultuur. Uh -huh. Want cul uh, waarom? Want culturele barrières kunnen ervoor zorgen dat je in armoede blijft. Uh -huh. um, om een voorbeeld te geven, uh, Surinamers, die um, zijn in de jaren tachtig hadden ze ook heel veel sociale problemen. Armoede, noem maar op. Weet je, toen ze net hier kwamen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Weet je, onze ouders tuurlijk. moesten ja. zichzelf opwerpen. Ja, je bent ontheemd, je hebt niets. Je bent ontheemd, dus, uh, je moet jezelf opbouwen. opbouwen ja. Maar het feit dat zij de taal spraken, het feit dat zij heel snel zijn geïntegreerd in hmm. Nederland. Um, samen met de kennis van de taal. In, in de samenleving, klopt. Heeft ervoor gezorgd dat, er, uh, dat de sociale mobiliteit ging stijgen. Uh, dat, ze zichzelf heb, dat ze zichzelf hebben kunnen ontwikkelen. Dus op de sociaal-maatschappelijke ladder hebben kunnen ontwikkelen? Precies. Ja, precies. Dat, je, dat, je naar, dat je gaat solliciteren, ja. je krijgt een baan, je raakt op een gegeven moment uit die spiraal, weet je? Mm -hmm. En uh, je ontwikkelt jezelf. Ja. ja. Um, en dat zorgt ervoor dat je betere kansen creëert voor de toekomstige generaties. Maar op het moment dat je de taal niet machtig bent, je, bent, uh, uh, je leeft in je eigen bubbel, mm -hmm. um, ja, dan kan je wel op zoek gaan naar een baan, maar. De kans dat je dus aangenomen wordt is heel klein. Maar wat heeft uh, taal te maken in, met deze context? Want uh, ja, het gaat eigenlijk gewoon om, om het feit dat kinderen dus zonder ontbijt naar school gaan. Ja, um, ja, omdat ze dus in die armoede blijven. Dus armoede is een uh, dus, dus um, cultuur is een versterkende factor mm -hmm. voor het feit dat die mensen in armoede blijven. Oké, okay, en die ouders die spreken geen of weinig Nederlands, ja. waardoor ze dus niet of onvoldoende openstaan ja. voor. Ja. Uh... En dat wil niet zeggen dat iedereen die in armoede leeft uh, die, dat het ook direct altijd met cultuur te maken heeft. Mm -hmm. nee. Dus je, je kan niet zeggen dat uh, armoede per definitie een cultuurkwestie is. Nee. Maar je kan wel zeggen dat cultuur en culturele barrières armoede verergeren. Ja, het is gewoon een van de. Ja. Uh, mogelijke ja. determinanten, ja. maar niet... Dus een uh, gebrekkige integratie zorgt, niet te, zorgt er niet voor... dat je per definitie in armoede leeft. Want je kan ook mensen hebben die niet goed geïntegreerd zijn... niet de taal spreken en misschien wel succesvol zijn. Kijk ja. maar naar heel veel Chinese Chinezen? mensen. Ja, ik kon dat zeggen. Die spreken ja. ook niet de taal, maar die, die, die uh, zijn succesvol. Zijn succesvol. Ja. Ja. Uh, maar een gebrekkige integratie kan er wel voor zorgen... dat het moeilijker is om uit een sociale achterstand te komen. Ja, ja, dus het heeft ja. met sociale achterstand te maken. En hoe je jezelf weerbaar ervoor maakt en hoe je eruit komt, is juist door heel goed mee te doen mm -hmm. en de taal te leren en mee te draaien in de samenleving. En ik denk okay. dat, dat, dat zij dat bedoelden. Maar, mm -hmm. maar inderdaad, dan heb je een punt. Daarmee los je niet direct het probleem op van uh, kinderen die uh, uh, noem je dat? Uh, honger hebben, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, want dat gaat, dat gaat misschien wel een generatie overheen. Ja. Ja. Uh, maar het is wel een oorzakelijkheid. En dat bedoelde zij met een van de oorzaken. Zij wilden ja. gaan naar de dieperliggende oorzaken van uh, die problematiek. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel goed. Want als je ook kijkt in de ja. Haagse Schilderswijk. Je ziet heel veel mensen letterlijk echt uh, racen met dikke auto's. Uh, mm -hmm. Terwijl ze dan wonen in een portiekwoning. Hè. Mm -hmm. En uh, ja, daar hoef je niet negatief over te spreken. Een woning is een woning. Maar ik denk dat het ook een kwestie is van prioriteren. Ja. En prioritering hangt ook wel degelijk samen met. Ook, weet je uit welke cultuur je komt? Ja, maar Wordt, kom je uit een collectieve statusgerichte cultuur, mm -hmm. ja, dan is die buitenkant heel erg belangrijk. En, en dan ja. laat je die binnenkant laat je leeg zijn. En zo zijn heel veel mensen, helaas. We, weet, je, weet je wat ik gewoon niet snap, en dat zie je bij hun staan ook hoor. Mm -hmm. Dat dus ja, is uh, niet alleen maar bij uh, Turken, Marokkanen of zo, maar dat zie je bij nee. hun staan heel sterk. Ja. Dan um, <laughs> wonen ze ergens in een achterstandswijk, maar er staat wel een X5 uh, voor de deur. Ja. Of nou ja, een euh, dikke BMW of ja. uh, wat dan ook. Ja. En ik heb vaak met die uh, mensen gesproken. Hè, en dan vraag ik van, ja, maar, maar weet je, hoe, hoe zit dat nou? Weet je, mm. je vader heeft net een, uh, een BMW gekocht, maar je woont uh, aan de Pokrugelaan. Uh, waarom ga je gewoon niet in Wateringse Veld wonen en ja, rijden... Je... Pas op, want nu gaat iedereen aan de Pokrugelaan, die gaat ons en, afvallen. En, 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 en rij je gewoon uh, in een uh, Citroën of zo? Zeg je, ja, maar het is dichtbij uh, dicht bij de markt en zo. <laughs> ja. Weet je, krijg je dat soort antwoorden. Ja. Dus ja... Um, dat heeft ook met prioriteiten te maken. Ik denk ja. dat het ook te maken heeft met um, um, heel veel mensen die um, uh, migranten zijn statusgevoelig. Um, dat, zei, um, dat zei iemand ooit tegen mij, dat een, een, een docent of zo op de okay. VU. Migranten zijn heel erg statusgevoelig. Ja, maar dat is en, ook zo. En, dat, en dat heeft te maken met het feit dat je dus vanuit, vaak ook vanuit een sociale achterstandspositie komt. Mm -hmm. um, ja, en dan. Dan wil je meer compenseren, bedoel je? Precies, dus hoe, het hoe, is compensatiegedrag. Ja. Hoe, hoe leger je bent, ja. eigenlijk, hoe meer je de volheid wil doen laten spreken. Jij bent de. Uh, ik zeg het, psycholoog toch? Jij bent ja, de psycholoog? Ja, ja, ja. dus. Uh, psycholoog. Psycholoog. Ik psycholoog. Voor, ja, dus. Ja. dus uh, psycholo nee, maar dat is ook zo. Ja, ook zo. Ook zo. ja dus ja. leg het maar uit. Maar. Je wilt een leegte, wil je gewoon overcompenseren met volheid? Ja. Dat, dat zie je vaak bij mensen. En dan pochen ze heel erg met auto's, maar aan de binnenkant. Qua karakter. Ja, maar ze hebben niks anders. Kijk, nee, kijk als, je, als jij bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar iets op. Je, bent, je hebt een PhD. Uh, je hebt een bepaalde positie. Noem maar op. Uh, dan heb jij zoveel... Al, meerdere dingen om trots op te zijn. Ja. Dan ga je niet pochen met je auto. Nee, nee. Dan is het een van de zoveel dingen. Maar op het ja, moment dat ja. jij... Ja, voor de rest niet zo'n bijzondere baan heb of wat dan ook. Mm -hmm. Ja, dan wordt die auto wel erg belangrijk om aan te geven ja. hoe belangrijk jij bent. Weet je? Ja. Hoe, hoe bijzonder ja. jij bent. Ja. Ja, het is, ja, het is gewoon het is belangrijk om op dat moment specifiek te zijn. Dat zie je toch ook met die trouwstoeten en zo? Ja, ja, ja. ja. ja die gehuurde dikke ja. Lambo's ja. Ja. en dikke auto's. Ja, uh, dus, dus, dus ja, dit heeft op heel veel manieren heeft dit uh, uh, zijn oorsprong en zijn wortels in cultuur. Ja, maar het erge is dus dat uh, Sylvana Simons heeft gereageerd, ja. hè? Ja. Dat was het, want uh, de ja. dagelijkse standaard die kopte, volgens mij. Ja. En die had het over een oorlog of zoiets tussen de twee. Ja, ja, ik, ik citeer hem maar even. Uh, Sylvana Simons opent oorlog tegen Richard de Mos. Dubbele punt, schande voor de Haagse Raad. Waarom, waarom, waarom moet Sylvana Simons, een raadslid uit Amsterdam... De oorlog zich, verklaren. De oorlog verklaren, <laughs> sowieso. En, en waarom... Uh, dat heeft ze volgens mij niet gedaan, maar dat, 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 dat zegt de dagelijks handel. Maar ja. waarom um, bemoeit zij zich met wat er hier gebeurt? Met andere leest. Ja, met, 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 met wat Richard de Mos doet ja. uh, in Den Haag. Ja, blijkbaar uh... blijkbaar zit het haar dwars of zo. Het, 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 zit, haar, het zit haar niet lekker. Ja, het zit haar niet lekker, Sylvana. Nee, ja, misschien wil ze misschien moet jurist... je met ons komen praten. Ja, en... Volgende keer als je Den Haag bent, dan mag je met ons komen praten over de Haagse politiek, Sylvana. En, 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 en weet je, moet je, moet je, moet je horen hè, wat de dagelijkse standaard dan zegt. De grootste partij van de Haagse gemeenteraad, Groep de Mos... Heeft het aan de stok gekregen met de kleinste partij van de Amsterdamse gemeenteraad bijeen. En die, die is wel geweldig. Ja, die is, die is mooi. mooi. Ja, Even ja, nog die, ja, ja, die, die tegenstelling die goed, goed uitvergroten. Sylvana ja, ja, ja. Simons noemt de partij een schande voor de Haagse raad. omdat ze fel willen optreden tegen ouders die hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen. Ja, maar hallo, het gaat toch om het belang van het kind? Ja, dat is toch prima? Ja. Ja. We leven toch in Nederland, straks is 2020. Ik bedoel, kinderen hebben toch recht op een beetje eten normaal... ze het huis verlaten. Precies, en, en waarom... Kijk, weet je, wat, weet je wat ook zo erg is? Ja. Um, waarom mag je niet verwijzen naar culturele verklaringen voor gedrag? Weet je, er is zo'n taboe ja. om aan te geven... dat cultuur van invloed is op gedrag. Nee... Um, het is al, ze hebben het altijd over sociaal-economische omstandigheden. Dus sociaal-economische omstandigheden bepalen gedrag. Maar er is een hele discipline uit de wetenschap ja. die het heeft over cultuur. Ja, klopt? Ja, de antropologen. En daarom werken we in de GGZ ook cultuursensitief bijvoorbeeld. Dat ja. betekent gewoon dat je rekening houdt met die determinanten, met die variabelen, die maken dat je op een bepaalde manier denkt zoals je denkt, of handelt zoals je handelt of voelt zoals je voelt. Dus onze hele psyche is gebaseerd. Uh, ook op die, die culturele diversiteit. Ja, ja maar dat, dat, uh, um, daar, dat, dat zei um, politicoloog André Krauwe ook. <kwijnt> die komt binnenkort uh, in een van onze. Ja. Daar ja. hebben we een interview mee gehad en die zei ook dat het stemgedrag van mensen is, is vrijwel consistent. Mensen gaan niet zo snel veranderen van als je eenmaal uh, rechts georiënteerd bent, dan ga je niet opeens op de GroenLinks stemmen. Nee. Omdat je op een bepaalde manier bent gesocialiseerd, mm -hmm. je hebt bepaalde normen en waarden, ja. Noem maar op en dat gaat niet zomaar wijken. Ja, die persoonlijkheid dat... is vrij verankerd. En dat betekent dat die, dat die socialisering, uh, wat mede ook veroorzaakt wordt door cultuur, um, een grote invloed is op gedrag. Absoluut. Dus waarom mag Absoluut. je dat niet benoemen? Absoluut. Bij het verklaren van, uh, van gedrag. Ja, bij het en, verklaren van armoede, bij het verklaren ja, van criminaliteit. En, en we hebben dat ook in een van onze uitzendingen. hebben we dat ook een keer besproken met een update. Toch? Ja, ja. Uh, met zogenaamde Marokkanenproblemen. zoals de Wilders dat daaruit. Ja, ja, ja. Uh, daarin hebben we echt in wetenschappelijke uh, rapporten. wetenschappelijke artikelen ook wel degelijk gezien. dat ja, cultuur en zelfs genetica. Ja, uh, <laughs> ja, hele ja. belangrijke. Uh, determinante variabelen zijn. Hè, als verklaring voor gedrag. Ja, en in de wetenschap wordt er gewoon onderzoek naar gedaan, dus waarom ja. mag je dat niet benoemen? Ja. Um, ja, maar, dat... maar wat zegt zo'n Sylvana Simons dan? Wetenschap is racisme. Ja, oh ja, ja. ja. Wiskunde is racisme. In institutioneel racisme. Ja. Ja, ja, En de wetenschappers ja. doen er natuurlijk ook aan mee ofzo. Ja. Groep de Mos die, um, die heeft gereageerd op uh, alle ophef. En die heeft dus een artikel aangehaald. Misschien kan jij dat. Uh, je hebt ja, dat ik pak mee. het er inderdaad even bij. Iets op Twitter. Mm -hmm. uh, Hart voor Den Haag. Die zei: Oh jee, ophef bij de goede gemeente. Maar al in 2008 betichtte zelfs deugdkrant NRC over dit probleem. Waar het ons natuurlijk om gaat: het belang van een goed ontbijt thuis voor ieder kind, ongeacht afkomst, voordat het naar school gaat. Nou, en dan uh, refereren ze aan een uh, rapport van de GGD in 2014. En wat wordt daarin gezegd? kind ontbijt minst. Nou, dus ja. het, is, het is ergens op gebaseerd. Precies. Uh, ja, dus iedereen, iedereen ging... Uh, het was een shitstorm. Van ja, kijk hoe rechtspopulistisch het is. Ja. Bla, bla, bla. Ja. Nou, uh, nu komen ze met dit. Is ja. het NRC dan ook rechtspopulistisch? Nee, en het is een artikel van februari 2008, dus wel een tijdje geleden, maar het niet, uh, niet per se minder relevant. En wat wordt er gezegd? Uh, moeders met een niet-Westerse achtergrond hebben vaker dan autochtone moeders opvattingen die overgewicht bij hun kinderen bevorderen. Oké. Okay. En zo vinden ze gezoete melkdrank vaak een goede vervanger voor melk. Uh, hun kinderen ontbijten weinig en ze hebben twee keer zo vaak als autochtone kinderen een televisie op de kamer. Mm -hmm. uh, dus er worden verschillende culturele verklaringsmodellen yeah. gegeven, um, mm -hmm. die resulteren tot die verschillende output, die verschillende gedrag. Maar ik, ik, vind, het best wel, um, ik vind het best wel vreemd dat um, mensen dus heel snel hierover vallen. Ja. Weet je, zij komen met een voorstel, er wordt niet eens inhoudelijk getoetst, nee. of er wordt niet eens gekeken van: oké, okay, maar wat bedoelen ze nou? Um, maar wordt gelijk geframed. Ja. Um, ja. En gelijk een ophef. En uh, ja. het is goed dat Groep de Mos hiermee komt. Ja. Maar ik denk ook aan de ene kant is het ook Groep de Mos aan te, te rekenen. Ja. dat zij het ook niet goed uitleggen. Ik vind, ik vind in hun communicatie, maar ja, dat hebben wij vaker gehad mm -hmm. met Groep mm -hmm. de Mos. Um, dat het hun communicatie best wel zwak is. Uh, ze kunnen het beter het, het, uitleggen. Het kan beter, zoals wij dat nu ook doen. Ja, want ze kunnen het, het beter uitleggen. is vertel gewoon het hele verhaal. Ja. En, uh, want wat je gelijk ziet, Jamal Yilmaz die komt met een verhaal over rechtspopulistisch. Nou, volgens mij is dit gewoon uh, ja. uh, heel wetenschappelijk onderzocht, toch? Uh, ja. hier, dat staat hier ook in het artikel van NRC. Um, er staat in tweede linia, ja, dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van enkele artsen onder leiding van, en er worden een aantal namen genoemd, uh, UMC Utrecht. Dus, dus het is gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Ja, dus daarmee geeft Groep de Mos antwoord op de vraag van Jamil Yilmaz. Inderdaad. Jamel. Hij, hij vroeg, uh, had ja. een vraag met betrekking tot causaliteit, toch? Ja, nou, hier hebben ze een... Uh, nou, die een, kun je daar een, dus de, vinden. De culturele verklaring wordt wederom weer gegeven. Die wordt wederom gegeven. Door onderzoekers. Ja. ja. En ze, hebben ook, ze zijn ook met een uh, tabel gekomen. Ze zijn ook met een tabel gekomen. Een tabel 5.1. Mm -hmm. En uh, ik heb het rapport zelf ook nog even erbij gepakt. En uit die tabel blijkt ook... Maar ik lees hem even voor uit het rapport. Dat is wat makkelijker. Relatief minder kinderen uit wijken. Met mm -hmm. achterstand. Voldoen aan de richtlijn voor fruitconsumptie... Eten dagelijks groente en ontbijten dagelijks, uh, ontbijten dagelijks dan kinderen uit wijken zonder achterstand. Mm -hmm. En dat geldt ook voor de Haagse jongeren met uitzondering van de fruitconsumptie. Dus wat ze zeggen in Den Haag: de kinderen in de achterstandswijken en de niet-achterstandswijken, die eten evenveel fruit. Ja. Maar in uh, de wijken met achterstand eet, heb je veel meer kinderen die dus uh, minder kinderen die dagelijks groente eten en uh, überhaupt ontbijten in de ochtend. Ja. Dus, dus er zit gewoon een gat tussen het aantal kinderen wat dagelijks groente uh, uh, te eten krijgt en dagelijks ontbijt heeft. Ja, maar, okay, dat, maar dat zou je kunnen zeggen van dat, um, die, um, dat dat te maken heeft met een met sociale achterstand, dat ze daarom gewoon niet uh, goed eten. Nou ja, het is misschien een deelverklaring. Uh, maar ook eventueel cultuur. Dus cultuur is Zeker. inderdaad ook wel een factor, een rol. Ja betekenis. Ja, want in de achterstandswijken heb je bepaalde culturen. Ja. Dus die culturele, die culturele factor moet je gewoon ook meenemen. Ja, maar je ziet toch ook dat bijvoorbeeld... Um, dat zie je ook met die hele diabetesaanpak. Dat uh, um, de ziekenhuizen ook gewoon een hele andere aanpak hebben voor Hindustanen. Ja. Omdat heel vaak met de diabetes te maken hebben. Ja, dat zijn ze dus genetisch ook, onvatbaar voor suiker. Maar ja. ze hebben een andere eetgewoontes. Ja. En je kan gewoon niet ontkennen dat, dat, um, um, ja, dat, dat er andere eetgewoontes zijn nee. per gemeenschap. Nee, dat betekent niet dat je Hindustanen dan... Racistisch bejegend? Nee, je bent niet met racisme bezig of zo. Het, het probleem komt logistisch gewoon meer voor bij maar, maar, groep. Mag, je dat niet, mag je dat tegenwoordig ook niet zeggen? Mag je ook niet zeggen van, hey luister eens, um, um, misschien heeft het te maken met je cultuur. Misschien heeft het te maken met uh, dat je, um, weet je, andere normen en waarden erop nalaat. Mm -hmm. Een andere mm -hmm. eetgewoons hebt, dat je, dat je misschien meer problemen krijgt. Meer hart- en vaatziektes of wat dan ook. Is dat tegenwoordig ja, ook... Uh... Ja, dat moet je toch kunnen zeggen. Dat ja. moet je toch gewoon kunnen zeggen. Dus er zijn, ja. spelen zeker wel culturele fenomenen, culturele factoren ook een rol. Ja. Dus um, ja, en een wetenschappelijk artikel zegt dit gewoon, hè? Ja, precies. Het is, niet, uh, het is, het is dus niet populistisch. Dus, dat, dus het, voor wie komt Hart voor Den Haag Groep de Mos eigenlijk op? Voor dat allochtone kind. Ja, Want, maar dat is toch raar? Dus, dus je kan wel zeggen dat het een rechtspopulistische partij is. Um, maar, maar ja... En het nog, ga, het ja. gaat om die allergtoon die heeft gewoon een achterstand op het ontbijt. Die, die ontbijt het minst. Ja, en nog iets. Um, weet je, Sylvana Simons, die heeft haar mond vol over intersectionaliteit. Hè? Dus uh, intersectie, dus intersectionaliteit. En dat houdt eigenlijk in, intersectionaliteit is dat um, je hebt als, ik noem een voorbeeld. Je bent een, um, uh, een, een persoon van kleur. Die heeft te maken met bijvoorbeeld uh, bepaalde vooroordelen in de samenleving. Maar als je nog eens een vrouw van kleur bent en nog eens, hoe uh, uh, noem je dat? Uh, in een, in een uh, rolstoel zit of zo. Mm -hmm. En je ja. bent nog geen transgender. Dan is het een opeenstapeling <laughs> van allemaal... Al dan is het alleen een op opeenstapeling van allemaal... Uh, ja, hoe uh, noem je dat? Um, um, Antinormatieve zaken. Antinomitieve zaken, ja, hoe moet je dat allemaal zeggen? barrières in de samenleving. Precies, ja. Uh, dus dat, dat noemen ze intersectionaliteit. Dus dat, dat, je, dat je kijkt niet alleen maar naar, um, naar één aspect, maar je kijkt nee. naar verschillende deelaspecten. En hoe ja. dus bijvoorbeeld uitsluiting werkt in de samenleving. Dus je kan, uh, uitsluiting in een, in een samenleving kan je dus het beste bestuderen door die verschillende deelaspecten bij elkaar op te tellen. Om te kijken en, en hoe, ze, hoe ze met elkaar kruisen. Ja. Um, en, je, en je kan dus niet zeggen dat één variabele specifiek de oorzaak is, toch? Dat is je kan niet zeggen, zeggen dat één variabele specifiek de oorzaak is, maar je kan wel zeggen dat een combinatie van die variabelen zorgen ervoor dat jij het misschien sterker ervaart als um, zwarte vrouw ja. die transgender is en in een rolstoel zit, ja. dan ja. alleen maar een zwarte vrouw. Ja, precies. Dat is, in principe, extra, dat, is, dat is in principe het idee van intersectionaliteit. Het is, ja. uh, dat er meerdere deel, uh, deelaspecten een rol spelen. Maar dit is ook precies wat Groep de Mos aanhaalt. Want Groep de ja. Mos zegt letterlijk: mm -hmm. van, als je dus gaat kijken naar armoedeproblematiek... dan moet je niet alleen maar kijken naar sociaal-economische factoren, maar je moet ook kijken naar culturele factoren. Want culturele factoren kunnen uh, armoede verergeren. Ja. Ja, en dat uh, heeft met, met denken te maken. Hè? Precies, met, met dat heeft met je, denken te maken. En wat zij daarmee doen eigenlijk, wat Groep de Mos doet, is een soort intersectionale. Uh, intersectie. Zo'n dus intersectionale. Sering? en uh, een intersectionele aanpak. Ja. Ja, ja, ik weet niet of ik het zo goed nou, heb je zegt het uh, het goed. Nou, Je zegt het gewoon goed en ja. volgens mij is dat ook heel belangrijk. Het, maar dit hadden we toch van linkse partijen moeten verwachten? Precies, dus eigenlijk zou, zou Sylvana Simons. In haar handen moeten klappen. Van, hey, eindelijk hebben ze het over die allochtonen. Ja, en ook over intersectionaliteit. Ja. ja. Dit is ja. een vorm van intersectionaliteit, ja. Uh, ja. mensen. Ja, dus de linkse partijen, en met name de, de migranten-Linkse partijen, weet je, die, die moeten hier uh, eigenlijk van leren. Nou, dat, uh, nou, dat was het eigenlijk dat was wel, het, hè? Uh, voor vandaag. Jo, wil jij nog wat melden? Ondanks het feit dat wij dus geen christen zijn, wensen wij namens Up Network jullie allemaal een fijne kerst. En het feit dat wij een fijne kerst wensen, doet niks af aan onze identiteit en onze religie. Want wij zijn hele trotse Hindoes, maar wij kunnen wel zeggen: fijne kerst, toch? Inderdaad, inderdaad. En, en vond je dit nou een leuk filmpje? <laughs> Dan uh, zien we graag uh, de duimpjes omhoog gaan. En ja. Uh, ja, nou ja, blijf ons volgen. Uh, we danken ook de nieuwe volgers die, uh, ja. die ons nu steunen. We zijn over de 20k. Ja, dat is wel ook een feestje. Ons waar. Doest, onze doelstelling is uh, gehaald. Ja, voor dit jaar is gehaald. Over de 20k. Absoluut. Um, dus al, onze, uh, al de nieuwe abonnees bedankt. Absoluut. absoluut. Um... Kun je financieel wat missen? December is natuurlijk wel de maand waarbij heel veel mensen heel gul zijn. Wij doen het ook op basis van donaties. Uh, kun je wat missen, dan zijn wij je ook heel dankbaar. Ja, en we wachten nog steeds op de Zionisten. We wachten nog steeds op de Russische miljardairs. <laughs> ja. uh, Poetin, alsjeblieft, ja. steun ja. ons. Ja, ja absoluut. absoluut. Um... <laughs> en wees kritisch, uh, blijf ons bekommentariseren. We vinden het heel leuk uh, de reacties ook na te lezen. Ja. En je ziet ons heel snel weer. Ja, tot volgende week.